Hallo mensen van Browntown, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Vandaag ben ik eindelijk weer terug met Rick's avonturen. Ik heb geprobeerd een carrière switch te maken, het is echter niks geworden. Hier achter mij staan wat mensen van het leger. En ik wil eigenlijk wel weten, kan ik bij het leger, ben ik geschikt? Meer daarvan na de intro. Ik zou zelf ook graag bij het leger moeten. Wat zou ik dan allemaal moeten kunnen? Ja, goede uithoudingsvermogen denk ik. Ja, maar dan begin je meteen met het moeilijkste voor mij. Nou, ik denk dat je dat wel moet hebben denk ik. Dus, En ook makkelijke dingen die ik wel kan, die je nodig hebt? Zelfvertrouwen, heb je dat? Nee. Kan je met stress omgaan? Wat is nou echt een stresssituatie dan, waar ben je om het weer gegaan? Ja. Ik had laatst wel een keer ik het vuilnis vergeten buiten te zetten. Toen kwam net zo de vuilniswagen eraan. Heel snel naar buiten gegaan, buiten gezet, net op tijd. Dat moet je wel kunnen dan, toch? Ja, het zijn niet echt... Ik heb ook Call of Duty op veteran uitgespeeld. Oké, ja, dat is voor jou wel leuk. Maar ik denk dat het een ander verhaal is in de echte wereld. Dus, Nou, wat ik altijd in Call of Duty doe, dan ga ik altijd in een hoekje staan. En dan heb ik altijd een paar mensen in mijn team en die schieten dan iedereen dood. En dan ren ik verder. Het werkt wel in het leger, toch? Als je gewoon in een hoekje blijft en iedereen de rest laat doodmaken. Maar ik denk in het echt, dan heb je geen kans, laat ik zo zeggen. Best wel slim, misschien moet je even wat aan me vragen. Ik ben best wel slim. Nou het valt best wel. Vraag me wat. Het ligt eraan wat je slim vindt. En hoe haal je informatie op? Bij de vijanden kijken, gewoon in het voort. Ik kan wel kijken, dus dat gaat al goed. Ja, nou dan. Kun je lang wachten? En kijken. Oké, nou dan zit je goed, denk ik. En dan WhatsApp je de commandant gewoon, ik heb ze gezien. Ja, dan op een andere manier denk ik, via de radio. Dat is nodig. Je moet weten waar je mensen zijn. Mijn mensen zijn hier zo achter de camera in een groepje. Ja. Dat is toch belangrijk, dat je weet waar ze zijn. Ja, hier zijn ze dan. Nou. Even een Snapchat van de basis of zo. Nee, absoluut. Nee. Een beetje nep veilig gaan spelen van oeh, pas maar op, we hebben veiliger in dan. Ah, er zijn geen kogels in. Ja, eigenlijk wel ja. Beetje lullig. Defensie in. Ja, graag. Waarom? Hele toffe YouTube-video's maken. Nou, ik denk niet dat je dan ver zou komen. Nou, op YouTube wel hoor. Ja, maar niet bij Defensie. Waarom niet? Ben ik zeg maar van de propaganda, weet je wel. Mensen recruiten voor het leger en zo. Nou, ik denk niet dat je met zo'n instelling erbij komt. Wat wil jij zelf, behalve vechten voor je land? Ik denk al veel views en ook duimpjes omhoog. Mensen zeggen, Rick, wat je echt doet is echt tof. En misschien een medaille dan van de koningin. Nou. Als je het daarvoor doet, dan denk ik niet dat het gaat lukken.